Mensen, de Bijbel zegt, het is een mens eens gegeven te sterven en dan komt het oordeel. God, die ieder mens en wezen geschapen heeft, zal ieder van u oordelen wanneer u komt te sterven en voor een heilige God komt te staan. Ieder is geschapen naar zijn beeld. Iedereen is geschapen met een vrije wil. U heeft de keuze van wat u doet in dit leven, wat u zegt, wat u denkt, wat u doet met dit lichaam, heeft eeuwige gevolgen. Niemand ontsnapt aan de dood. De Bijbel zegt, geen van deze zullen het koninkrijk van God beërven. Geen drugsgebruiker, geen overspelige, geen geldzuchtige, geen dronkaard, geen homoseksueel, geen van deze zal het koninkrijk van God beërven, maar gaan naar een eeuwige plek van straf. Dat is de hel die God geschapen heeft voor hen die ongehoorzaam zijn en in hun zonde sterven. Nou, de hel is een plek van duisternis, afgescheiden van een heilige God, waar geen licht is, waar geen rust is. Een plek waarvan de Bijbel zegt, waar gejammer is en tanden geknars. Nou, velen, de Bijbel zegt, breed is de weg die naar het verderf leidt en velen zijn daarop. Velen van jullie familieleden zijn op weg naar de hel. De Bijbel zegt dat niemand kan komen tot de Vader dan tot Jezus Christus. Geen pedofiele priester kan u redden van de hel. Geen Mohammed kan u redden van de hel. Geen Boeddha, geen Hindoegoden kunnen u de vrede geven die Jezus Christus u kan geven. Geen van de afleidingen van deze wereld kan u bewaren voor de eeuwige gevolgen van uw zonde. Mensen, wees niet misleid. Uw ziel is eeuwig. Dit lichaam is sterfelijk. U komt te staan voor een heilige God. Ieder heeft een verstand. Ieder heeft een geweten. De Bijbel zegt, leg het kwade af en leer het goede te doen. Stop met zondigen. Stop met uw leven in zonde die leidt naar een eeuwige hel. Bekeer uzelf van uw zondige wegen en verneder uzelf voor een heilige God. De Bijbel zegt, een waardig offer is een gebroken geest en een oprecht hart. God haat hoogmoed. God haat de lust van het oog. God haat handen die onschuldig bloed vergieten.
Abortus, mensen, is moord. Euthanasie is moord. Niemand heeft het recht om het leven van een ander te ontnemen. God houdt ieder mens persoonlijk verantwoordelijk voor haar of zijn acties. Niemand ontkomt aan dit oordeel. Dit leven is tijdelijk. U kunt vandaag nog sterven. Jonge mensen sterven elke dag. Er is een gevolg voor uw zonde. De Bijbel zegt: het loon van de zonde is de dood. U bent een slaaf, verwaar u zelf ter beschikking tot stelt. U bent een slaaf van uw zonde. Als u aan de verleiding toegeeft. Maar u hoeft niet langer in slavernij te leven. Jezus Christus kan u waarlijk vrij zetten. De Bijbel zegt: drink mijn bloed en eet mijn vlees. Leef zijn woord. Leef zijn woord. En laat hem in toe in uw leven. De Bijbel zegt: laat uw lachen veranderen in treuren en besef uw ellendige staat. Ieder heeft een verantwoordelijkheid voor wat hij of zij doet in dit leven. Een maatschappij heeft een wetgeving voor een reden. Moord is verkeerd. Waarom? Diefstal is verkeerd. Waarom? Al deze overtredingen van de wet hebben gevolgen voor de maatschappij. Negatieve gevolgen. Daarom zullen deze mensen voor een gerecht komen te staan en geoordeeld worden naar hun daden. Daarvoor hebben wij een gerechtssysteem. Generaties voor ons die geloofden in de God van de Bijbel hebben dit wetsysteem opgezet.